Oké, dat is heel makkelijk. Je moet 100k hebben. Maar dat is hem niet. 100k winst. Daar bedoel ik mee. Je hebt zeg maar bijvoorbeeld... Een team, dit kocht ik voor 400k. En dit verkoop ik voor 430k. 30k winst. Ik heb het gevoel... Jongens, kijk. Kijk eens eventjes. Prijs vergelijken. Yo, David. Dit kost 9, laten we zeggen, 67,5k. Waarschijnlijk heb ik met deze verlies gemaakt. Oh, nee, ook al winst. Maar een Vardy, die kan je niet verkopen. Oké. Okay. Prijs vergelijken. 49, 48, 47. Oké, okay, laten we zeggen, dan is 46,5. Ik kocht hem voor 43. Dan hebben we ook nog Bernardo Silva. 29. 26, laten we zeggen 26. Waarschijnlijk heb ik met deze lease. Die kocht ook voor 25. Spiliquetta hebben we dikke verlies mee. 83, dat is gemiddeld. Oh, 78, kijk, daar hebben we dikke verlies mee. Maar we staan nog steeds in het gedoe. 32k, 27. Ze zeggen 27, comfortabel. Nou, daar hebben we ook denk ik weer verlies mee. Nee, winst. Alisson. 54 gaan we. Dus laten we zeggen 50k. Die kocht hij voor 42,5. Laporte. 29,5. Dus laten we zeggen 29k. Die kocht hij voor 25,5. Robertson. Ik zeg 54, nee, 46, die kocht hij voor 43. Kijk, die maakt gewoon dikke winst mee. Philippe Andersson, 7500. Laten we zeggen, 6400. Die kocht hij voor 6500. Van die, joh. Daar hebben we waarschijnlijk gewoon geen verlies, geen winst. 67k ongeveer. Die kosten... Oh wel. David Silva. Oh, die is wel duur of niet? 38. Zeg 37. Oh ja, die is ook weer 1500. Maar goed. Ik heb echt het gevoel dat wij, als wij dit team gewoon verkopen weer. Over een dag, morgen dus. Dan, dat we dan dikke winst maken. Dan ga ik ook niet langer wachten. Ik heb met Vardy, dan denk ik van... Die kost mij 25k. Die, we staan in de transfer. Maar die is ook 86. En voor de 86 speler... Koop je normaal voor een fatsoenlijke 86 speler. Koop je normaal voor... Zeg 30k. Dus daar hebben we ook 5k winst mee gemaakt. Op zich doen we nu al... 15k winst gemaakt in één dag. Maar dat tel ik er nog niet bij. Ik kan wel even zeggen, maar. Dus, en ik wil nog een, iets zeggen tegen jullie. De Vision Rifles beloningen tellen mee. Maar de Vision Rifles beloningen die zeg maar bijvoorbeeld 450k als je wedstrijd hebt gewonnen, die tellen niet mee. En waarschijnlijk, dat rekenen ook niet bij. Waarschijnlijk is mijn team die ik eerst had, nu alweer wat minder. Nu al, dus eigenlijk maak ik daar ook nog ongeveer 25k mis mee. Dus, maar dat rekenen we niet bij. We rekenen alleen bij hoeveel ik iets verkoop. Goed, laten we even één ding kijken. Benzema, die kocht ik destijds voor 22k als het goed is. Nee, 30k. Die heb ik verkocht voor 30k. En nu kost die. Die heb ik verkocht voor 30k. We kunnen ook slim gaan bieden, maar 26. Kijk, dat zien jullie. Oh, je wint mee.
Vardy hou dan in de wissel. Dat heeft dan de kosten van. Ja? Oh, maar ik wilde het even zeggen. Dus het is een nieuwe aflevering. Maar ik ga stoppen met deze uitzending. Doei!